Weet je waarom het skileren zo goed is? Je wordt er hartstikke fit van. Als men denkt dat inlineskaten alleen voor geestelijk valide mensen is, nou, niets is minder waar. G-skate-instructeurs Jan-Martin van der Wetering en Dick Knap, beiden doorgewinterde skate- en schaatsdocenten, hebben ziel en zaligheid aan een groep sportertjes gegeven die in onze samenleving misschien buiten de boot zou kunnen vallen. Goed, het duurt misschien iets langer voordat ze het doorhebben, maar het plezier en toewijding die deze groep aan de dag legt om het veredelde rolschaatsen te kunnen leren, is ontroerend. De dankbaarheid straalt van hun kopjes af en even zijn ze kleine Koen Verwijtjes of Mariska Huismannetjes. Elk skatertje heeft zo zijn eigen aanpak. Maar het eindresultaat is in één woord geweldig te noemen. En dit smaakt naar meer, getuige de reactie van de leraar. Skateclinics zijn leuk om te doen. En je merkt gewoon op het speciaal onderwijs dat je nog een stuk enthousiasme en dankbaarheid terugkrijgt voor de lessen die je geeft. Hoe goed is dit voor de kinderen om te gaan sporten? Het is supergoed. Het is wat dat betreft een lastige groep om in beweging te krijgen, zeg maar. En wat dat betreft is het natuurlijk gewoon een heel goed initiatief. En je ziet ook niet los van het bewegen dat ze een stuk zelfvertrouwen opdoen. Dus alles wat ze lukt geeft zo'n stuk zelfvertrouwen bij die kinderen. Dat het gewoon mega belangrijk is voor ze. Wij vinden ook dat je bij het skaten heel goed met deze doelgroep kunt werken. En dat is de reden dat we gezegd hebben van, nou, laten we eens kijken wat we met deze doelgroep aankunnen. Heel specifiek natuurlijk. Maar je ziet en je zult het op de film ook zien, het is perfect om met deze mensen te werken. Hoe vaak doen jullie dit per jaar? Nou, niet zo heel veel. Ik geloof dat ze iets van 3 of 4 projecten hebben in het seizoen van wat loopt van mei tot oktober, zeg maar. Ja, eigenlijk is het skaten bij deze kinderen ook een handvat om ze meer zelfvertrouwen te laten krijgen. Want er zijn natuurlijk toch dingen die niet zo makkelijk lukken. Maar alles wat ze wel lukt, geeft ze echt een enorme boost en enthousiasme. Dat zie je ook gewoon terug. Ze zijn enorm blij dat het lukt en dat ze het voor elkaar krijgen. Met de Special Olympics hebben we de eerste groep gedaan. Klein groepje. En we proberen het eigenlijk een breed scala aan te bieden op de speciale scholen. Ja, want met een grote groep gaat dit gewoon niet. Nee, het is heel arbeidsintensief. Het is ook de reden dat we met z'n tweeën zijn en nog twee vakkrachten erbij. Dat betekent dan dat je met heel veel hulpmiddelen dat je het perfect kunt doen met die gasten. Skilleren is altijd leuk.